Hi, mijn naam is Rick van Indie Energie en wij helpen bedrijven bij het realiseren van een zonnestroomsysteem. Vandaag wil ik het hebben met je over de voorwaarden waaraan jouw pand moet voldoen om een zonnestroomsysteem op jouw dak te kunnen aanleggen. Er is een aantal voorwaarden waar je rekening mee moet houden bij het plaatsen van een zonnestroomsysteem. Als eerste moet je weten of je dakconstructie sterk genoeg is om een zonnestroomsysteem te kunnen houden. Een systeem weegt ongeveer 20 kilo per vierkante meter. Om dit uit te rekenen kan je het beste de hulp van een constructeur inschakelen. Als tweede is het belangrijk om te weten hoe groot je elektrische aansluiting van je pand is. De grootte van je aansluiting bepaalt in veel gevallen hoe groot het zonnestroomsysteem kan zijn. Een te kleine aansluiting levert een kleiner zonnestroomsysteem. Mocht je nou een zonnestroomsysteem willen wat groter is dan je aansluiting eigenlijk aan kan, dan kan je overwegen om je aansluiting te verzwaren. Dit brengt vaak wel kosten met zich mee. Als derde moet je rekening houden met de eisen die de verzekeraar stelt aan het zonnestroomsysteem. Neem daarom van tevoren altijd contact op met de verzekeraar om te kijken welke eisen zij stellen aan het systeem en hou je rekening bij de realisatie van je zonnestroomsysteem. Mocht je hier hulp bij willen of wat meer informatie willen hebben, dan kan je altijd contact met ons opnemen en we helpen je graag verder. Mijn naam is Rick van Indie Energie en wij helpen bedrijven bij het realiseren van een zonnestroomsysteem.